Als je gezond wil leven, moet je minimaal elke dag 2 ons groenten en 2 stuks fruit eten. En voordat al dat lekkers bij ons op de fruitschaal belandt, wordt het eerst vanuit alle windstreken geïmporteerd. Dat brengt mij hier in Veenendaal bij SC van Ravenswaaij, een groothandel in aardappels, groenten en fruit. Zij zitten al ruim 85 jaar in de business. Zij kunnen er vast meer over vertellen. Hi, Steffi. Christian van Ravenswaaij, hoi. Een van Ravenswaaij. Ja, derde generatie. Dus dan is jouw opa ermee begonnen? Klopt, dat is opa. Och. Opa is in 1927 begonnen. En we zijn nu met meerdere van de derde generatie. En zelfs de vierde generatie loopt hier al op zaterdag. Groente en fruit, hè? Dan moet ik gelijk denken aan heel vroeg opstaan. Want ik weet dat die veilingen die zijn echt super vroeg in de ochtend. Hoe doen jullie dat? Nee, nou, tegenwoordig is zo, dan sta je in verbinding met de computer. En dan wel met de echte veiling die nog bestaat. En dan hebben wij Gert in dienst die er helemaal voor verantwoordelijk voor is. Mag ik daar eens kijken? Ja, kom mee. Dit is... Hoi Gert. De druk in de veiling. Hoi. Ben je druk? Wat ben je aan het kopen nu? We gaan nu sperziebonen kopen. Sperzie, is dit een goede prijs? Een goede prijs. Dan komt de volgende partij. Volgens mij kan ik jou beter laten, hè? Want ja. Het ziet er druk uit. Het is wel een beetje druk, ja. Nou, hier gebeurt het. Wat er 's ochtends op de veiling gekocht wordt, dat komt hier binnen. En dan, hoe komt het hier binnen? Regelen jullie dat ook nog zelf? Ja, we hebben eigen vrachtauto's die de spullen zelf ophalen, of bij de veiling of bij de telers. Ja, en dan gaan die dwars door Nederland, komt dat allemaal hier naartoe. En vanuit hier, waar gaat het dan naartoe? Nou, dan hebben wij onze eigen winkels en andere klanten. En onze exportafdeling Ravex. En die brengt dit ook nog naar het buitenland, geloof ik? Ja, dan gaat het inderdaad naar het buitenland. Oh, aardbeien. Ja, proef maar. Mag ik er eentje? Ja, zeker. Oh, wat een grote. Waar komen deze vandaan? Dit zijn de Hollandse aardbeien. Ja. Nou, zei je net volgens mij winkels. Hebben jullie ook nog winkels? Op dit moment hebben we 49 eigen winkels. Lekker? Heel zoet. Maar goed, we hebben 49 winkels. Goudrenet en Fruit Company. En dat is in 1978 begonnen. Is mijn oom met de eerste winkel begonnen. In 2003 kwam de Fruit Company erbij. Ja, en inmiddels zijn we uitgegroeid tot waar we nu zijn. 49? Ja, echt 49. Sorry, dat is heel veel. Ja. Voordat het naar die winkels gaat, moet het waarschijnlijk ook nog allemaal gesorteerd worden. Ja, het wordt verzameld, zeg maar. Dus klanten bestellen op kistniveau. En dan gaan wij hier allemaal klaarzetten. Kan je wel laten zien hoe het gaat? Ja. Graag. Dit is bijvoorbeeld een koelcel. Ja, ik voel hier de kou. Ja, dit is een koelcel waar alle producten opgeslagen staan. Hoe warm is het hier? Hier is 4 graden. Ah. Dus aardbeien, nectarines, abrikozen. Nou, kersen. Ik zou zeggen, proef er een. Waar komen deze vandaan? Dit zijn Franse kersen. Er zit een pitje in, hè? Ja. Hier hebben we... Wat is dit? Ethyleenflessen staan. Dit is voor het rijpen van de bananen. En van mango's eventueel. Is het echt zo dat de bananen groen Nederland binnenkomen? Ja. En door middel van dit gas proberen we de bananen op mooi op kleur te krijgen. Dat de mensen stikstof op de fruit gaan. En ethyleen. Ethyleen, ja. Ethyleen. Nou. Dit lijken mij dan de bananen. Gele deuren. Hier proberen we bananengeel te krijgen. Dus dat klopt. Die zitten hierachter. Door middel van het gas wat we net gezien hebben, dan proberen we de bananengeel te krijgen. Dus wanneer ligt dit op de fruitschaal? Begin volgende week. Ja, ze zijn nog iets te groen net, hè? Net iets te groen, ja. Sinaasappels, citroenen, druiven. Christian, dankjewel voor de rondleiding. Ik vond het heel erg indrukwekkend. Wil jij meer weten? Surf dan even naar www.ravenswaaij.nl. En ik zou nog wel een appeltje willen. Dat gaan we regelen. Dit zijn hele grote uien, hè? Ja, dat zijn echt grote jongens. Jeetje, daar heb je aan één ui genoeg. Zeker weten.